Oké, Ramadan, dag nummer 14. Afgelopen week heb ik in ieder geval zelf niet kunnen trainen. Dat staat natuurlijk los van de Ramadan, maar vorig jaar trainen heb ik wel iedere dag getraind. Tja, waar ligt dat aan? Soms heb je je dagen niet, soms wel. Een kleine lichte verkoudheid, misschien dat ik daar overheen moest komen. Maar al met al, na zo'n training voel je wel weer kip lekker. Dus dat is heerlijk. Hoe gaat het allemaal? Gaat goed. Alleen de slaap, zoals altijd weer, hè, dat breekt je op. Ja, hoe vul je dag dan verder? Ja, je gaat gewoon werken, je gaat bidden. Vervolgens kom je thuis en ga je eten. Wat we vandaag gaan eten is al heel bijzonder. Zoals je ziet, heeft mijn kettlebell had mijn koptelefoon overgenomen. Julius. Hij vond de muziek vond hij beter dan dat ik het vond. Ik zal je laten zien wat we gaan eten vandaag. Ja, mag eigenlijk niet, maar vooruit. Heerlijk. Dus, ja. Oeh. Lekker, lekker, lekker. De barbecue. Ja, dat fik erin. Heerlijk. Dus, jongens, voor iedereen die het nog wil. Ik heb nog een AMA lopen. Een Ask Me Anything. Dus, wil je iets bijzonders weten? Iets wat ik nog niet heb verteld, iets waarvan je zegt van, goh, heb ik me altijd al afgevraagd. Zoals, mag je nou ook geen water drinken? Nee, nog steeds, deze zomer mag ik nog steeds geen water drinken. Maar laat het me weten. Je kunt dat hier beneden in de opmerkingen kwijt. Je mag me DM'en, je mag me gewoon op tweeten, een tweet zenden, of via G+, of Facebook, whatever waar je me ook kent. Vraag het me en ik zal proberen om daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Ik ga douchen en daarna ga ik eten. Tot later, eet smakelijk.